van nu, editie Ambitie. En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, welkom bij weer een uitzending van Plevier en de Inspirerende Leiders. En het publiek gaat gewoon door, want dat is speciaal voor jullie. Je moet altijd mensen goed welkom heten. We zitten in serie 6 van de uitzending Inspirerende Leiders van Nu. En ik vind het eigenlijk ampletief leiderschap. Daar gaan we het een beetje over hebben. Want ik heb hier allemaal mensen die super inspirerend zijn in hun manier van leiding geven. En ze, ja, wat ik heb ontdekt is dat er, als ik ze ontmoet, want dat is een beetje waar ik op filter in de gesprekken, is dat de inspiratie die ze brengen als mens, dat doen ze vaak ook als leider. Dat heb ik ontdekt. Ik heb nu 121 gehad en die kant gaat het wel op. Waarom doen we dit? Even voor als je hem nog nooit hebt gehoord. We doen dit om te zorgen dat we meer rolmodellen in beeld brengen, zodat jij je eigen leiderschap kan ontwikkelen. Want ik gun Nederland en de wereld een beetje sterkere, leukere leiders. We gaan beginnen. Zijn jullie er klaar voor? Want we hebben hier in de studio zitten. Sander Doorlijn. Ja. En Erik Visser. Ja, Erik. Waar werk jij? Bij Hamlet Protein. Hamlet Protein. We gaan daar even kijken wat voor bedrijf, et cetera. En waar werk jij? Ik werk bij ABT. ABT? Wat is dat voor een bedrijf voor de lijst? Bouwtechnisch Adviesbureau. Ja, heel erg leuk. En het zijn exceptionele mensen, want ik ken al een beetje de verhalen van ze. Maar ik ga ze gewoon voorstellen. Aan de hand van hun Guilty Pleasure Music. En Safri Duo, die had ik lang niet meer gehoord. En heel grappig, de Bongo Song. Wist ik niet dat daar een subtitel achter zat. Ja, precies, precies. Ik kreeg er gratis bij. We gaan gewoon even kijken wat voor song het is. En dan stel je dadelijk even voor, aan de hand van die song, wie je bent en waarom deze song. Dit vindt mijn vrouw wel leuk, dat weet ik zeker. Hebben we die al mee? Ja. Toch? Ja. Ja, dat doet gelijk wat, hè? Geeft gelijk beweging, hè? Ja, je hebt gelijk beweging gewoon in de tenten. Hey, dit is een beetje zoals Slagerij van Kampen. Ken je die ook? Ja, zeker. Op de trommels. Zeker. Hey, stel jezelf eens voor, en waarom Safri Duo? Ja, nou ja, laten we daar beginnen. Ja. Want daar, kijk, ik ben op mijn heel vroeg begonnen ben ik met bezoek maken. In slagwerkgroepen. En in het begin ging dat bij mij erover om zo hard mogelijk te zijn. Oh ja, zo hard mogelijk slaan. Ja, zo hard mogelijk. En later kwam ik erachter dat je muziek maken doe je samen. Ja. En dat is ook wel een beetje een rode draad in mijn carrière. Waar ik in het begin ook wel gemerkt heb dat het om zo hard mogelijk ging. Hè? Ja. En later toch wel geleerd dat dat toch iets anders in elkaar zit. Maar daar komen we later wel op terug, denk ik. Ja, dat geldt voor heel veel dingen, schijnbaar. Ik heb zangles bij Robin van Beek, dus de vocal coach van Dre Hazes. En die doen allemaal dingen met Duncan Lauwers op het Songfestival en dat soort dingen. En ik deed met zingen precies hetzelfde. Ik dacht dat als je hard gaat, jongen, dan ga je goed. Maar het is juist het omgekeerde. Als je echt distortion op je stem wil hebben, moet je juist een stukje inhouden en het randje er rustig op brengen. Ja. En dan wordt dat heel mooi. Dus leuk. Ja. Hey, en je werkt bij ABT? Yes, ja. Ik ben algemeen directeur bij ABT. Ja. Wij ontwerpen gebouwen, technisch vaak hoogstandjes, complexe gebouwen. Ja. Rechtbank, vliegvelden, terminals, hoofdkantoren van multinationals. En dat doen we met 250 mensen bij ons in het bedrijf en 600 in de groep. Ja. En daar doen we mooie gebouwen mee. Ja, mooie gebouwen, maar niet alleen mooie gebouwen. Want ik had in de voorgesprek had ik met jou... is hij al vertrokken eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja. Ik deed, is hij overgaan? André Speksnijder, mijn ex-collega, dat deden we dat... in de directie met samen. Ja. Overigens ook met Ilja Werkhoven. Ja. En nu sta ik er hier en doen we het op deze manier. Ja, en jullie hebben ik vind dat jullie een hele mooie, uitzonderlijk mooie organisatie hebben als het gaat om hoe jullie tegen mensen aankijken en tegen samenwerken. Kun je daar wat over vertellen? Nou ja, daar kan zeker een hele verhaal over hebben. Maar uiteindelijk wat wij doen is teamwork. En dat betekent dat mensen op hun het beste uit zichzelf moeten halen. En dat doen zij in multidisciplinaire teams met elkaar samen.
En dat betekent dat mensen in hun kracht moeten zitten om de goede dingen te kunnen doen. Ja. Je kunt het op allerlei manieren organiseren, maar het moet uit de mensen zelf komen. Ja. Het gaat over mensen samenbrengen, het gaat over mensen verbinden en daar de kracht in vinden. Ja, ja vind ik mooi. Hey, we hebben nog iemand hier zitten. Hartstikke leuk dat je er bent. We hadden al een paar keer contact gehad, hè? Dus superleuk. En jij hebt ook een Guilty Pleasure song aangeleverd. En dat is Islands in the Stream van Dolly Parton en Kenny Rogers. En dan ben ik heel benieuwd van waar die song. Dus we gaan even luisteren wat voor song het is. En voor het geval je hem bent vergeten, dit is hij. To get you with a fine tooth comb, I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going. En zo simpel kan het leven zijn, hè? Je moet de neiging onderdrukken om mee te zingen. Ja, nou, je mag hoor. Je mag, we hebben al meegemaakt hier. De mensen gingen meezingen. Dat kan het. Hey, superleuk. Kenny Rogers en Dolly Parton. Leeft Kenny Rogers eigenlijk nog? Nee, helaas niet meer. Nee, het is niet meer. Een mooie stem had hij altijd, vond ik. Dolly Parton wel, hè? Die is absoluut. Ja. Ook, en ook een hele succesvolle zakenvrouw. Ja, fenomeen en een goede zakenvrouw, ja. Hè? Hey, vertel waarom dit nummer? En stel jezelf eens voor, wie ben je en wat doe je? Ja, laten we met het nummer beginnen. In de tijd dat ik opgroeide, had je cassettebandjes. En in de donkerbruine Volkswagen Jetten van mijn ouders lag één cassettebandje. En dat was The Greatest Hits van Kenny Rogers. Geweldig. En daar luisterde altijd naar. Dus die nummers ken ik helemaal uit mijn hoofd. En die komen op feesten en partijen wel eens voorbij. En zeker ook omdat ik een paar jaar geleden nog bij een goede vriend erachter kwam dat Kenny Rogers ook zijn guilty pleasure is. Dus, superleuk, ja. Ja, en het is leuk, het is natuurlijk een heel andere soorten muziek. Ik denk dat de notie van guilty pleasure is ook je verplaatsen in andere werelden, in andere mensen. Niet alleen maar mainstream. Dus ik kon wel een hele podcast vullen met guilty pleasures. Maar niks is mooier dan je guilty pleasures hardop mee te bladeren en samen met anderen nog mooier. Ja, dat is absoluut waar. Dat is absoluut waar. En er zijn zoveel van die mooie guilty pleasures. Hè? Of het nou Anita Meijer is of Lee Towers of het is een country song. Hè? Bijvoorbeeld John Denver. Mijn partner van de Kernshow, die is helemaal gek van John Denver. Nou, en die doet dat met verve zingen. En dan luister je en denk je, shit, dat deed mijn ouders, die draaiden dat ook altijd. Geweldig, zeg. Eigenlijk best wel een leuke song zo. Maar helemaal goed. Hey, en je werkt bij Hamlet Protein, hè? Ja, dat klopt. Ik ben sinds 2019 de CEO van Hamlet Protein. Ja. En Hamlet Protein produceert diervoeders voor jonge boerderijen hier. Kippen, koeien, varkens met name. Soms een beetje voor huisdieren en aquacultuur. Ja. En juist in de beginfase, als de dieren nog niet een volwaardig ontwikkeld darmsysteem hebben, hebben ze speciale voeding nodig. En in die eerste levensfase, dat is de specialiteit van Hamlet Protein. En dat doen we wereldwijd. Ja. Dus met internationale teams. Productie in Denemarken en in de VS. Saleskantoor in China. En veel mensen wereldwijd op locatie, rechtstreeks of in samenwerking met distributeurs. Ja, heel leuk. En het is een business, ik kende de business nog niet, hè? Dus dat is dan leuk. Van ik, oh, daar had ik ook nog niet van gehoord natuurlijk. Ja, klinkt logisch dat ze dat hebben. Hoe ben je daarin terechtgekomen? Ik ben mijn carrière begonnen in Latijns-Amerika. Daar heb ik 12 jaar gewoond en gewerkt, in veel verschillende landen gewoond. En op een gegeven moment vond mijn vrouw dat het tijd was om terug naar huis te gaan. Ja. Voor mij was Latijns-Amerika inmiddels wel thuis, maar er waren wat andere meningen over binnen het gezin. Ja. En toen ben ik gaan rondkijken in Nederland. En eigenlijk is dit op mijn pad gekomen. Een beetje mijn gut feel gevolgd. En ingestapt bij een onderneming in Nederland. En daarvan uit gerecruiteerd voor een CEO-positie in België. Dat bedrijf verkocht aan een Franse onderneming. En nu dus in Denemarken. Ja, leuk.
Leuk. Ja. Nou, super interessant. We gaan eens ontdekken wie jullie zijn. Want waar we natuurlijk naar op zoek zijn. We zijn er op zoek naar van wat maakt jullie leiders. Hoe kijken jullie tegen leiders aan. En hoe doen jullie dat precies. En laten we gewoon naar de eerste werkgroep gaan. Spin the Box. Het leuke spel waarbij we inkijk krijgen op de leiders van deze tijd. Ja, Spin the Box. Jullie mogen een nummer noemen. En uit dat nummer daar komt een vraag uit. Ik heb hier 28 vragen voor me staan. En ik lees die vraag voor. En die vraag is niet voor jezelf, die is voor de ander in eerste instantie. En daarna mag je zelf antwoord geven op de vraag. En door die vragen leren we jullie een beetje beter kennen. Dus je mag een nummer noemen. Nummer 7. Wat is jouw ochtendritueel? Wat is mijn ochtend? Nou, mijn ochtend begint meestal vroeg. Ik sta op, neem de hond mee naar buiten. Een husky, dus die heeft tijd en energie nodig. Tijd en aandacht nodig. Ja. Dus dan gaan we een uur wandelen. En dan daarna ontbijten we met het gezin en vertrek ik naar mijn werk. Hey, leuk. Ja. Met een husky. Ja, met een husky, ja. Dat zijn die, die sleehonden met die blauwe ogen, zijn exact, dat? Exact, die beesten met veel te veel energie. Oh, veel te veel energie, ja. Dat is ook interessant. Hey, en hebben die een speciale ritme nodig of een bepaalde aanpak nodig? Want je ziet ze altijd rennen in de sneeuw en zo. Het zijn vooral roedeldieren. Hè? Dus zijn, ja. Mensen, naar mensen toe, maar ook naar andere dieren toe. Dus wil iedereen bij elkaar houden. Okay. Maar als ze buiten zijn, hebben ze vooral veel energie. Oh, gaaf. Heerlijk. Hey, en wat is jouw ochtendritueel? Nou, ik ben een avondmens, dus ik kan eindeloos doorgaan 's avonds. Maar ik ben geen fan van vroeg opstaan. Misschien dat ik daarom ook geen hond heb. Ja, want dan moet je. Ja, maar ik word wel regelmatig vroeg wakker. Door de week ga ik gewoon gelijk aan de slag. Ja. En hoe laat start jouw ochtend? Hoe laat begin je? Nou, ik ben voor mijn werk veel in Denemarken. Nou, dan ben ik meestal ergens tussen 6:30, 7 mijn bed uit. Wat voor mij vroeg is. Maar ga ik ook meestal laat door. Ja. In de weekenden, als ik vroeg opsta, dan wil ik nog wel eens even een siesta achteraan knopen om te compenseren. Dus mijn ritueel in de weekenden zijn anders. Maar ik heb heel veel energie, dus ik sta gelijk aan. Okay. Dat is niet met iedereen in het gezin het geval, dus ik moet daar een beetje rekening mee houden. Ja. En het doseren van energie, dat loopt ook als een rode draad door mijn werkende bestaan. Ja, leuk. Nou, maakt ook wie je bent, hè? Dus dat is helemaal goed. All right. Hey, mag ik een cijfer noemen? Tussen 1 en 28. 24. 24, eens even kijken. Hoe ervaren de mensen om je heen jou als leider? Oeh, dat is direct een goede vraag. Ja. Ik denk dat de mensen mij ervaren als iemand die wel veranderd is in de laatste jaren, maar de laatste tijd ook in staat is om te luisteren. En ik denk dat dat een belangrijk eigenschap is voor een leider. Ja. Luisteren naar wat er gebeurt. Horen hoe het met mensen gaat. En daarmee de verbinding maken. Want dat is wel wat ik echt ben, een verbinder. Ja. Dingen met elkaar verbinden. Wat gebeurt er? Wat zien we? Hoe kunnen we die verbinding met elkaar maken? Hoe kunnen we daar business van maken? Hoe kunnen we met elkaar daar stappen in maken? Ook in de organisatie. Ja. Maar vanuit het luisteren naar collega's. Ja, en het is lijkt een simpele, want als je trainingen bekijkt, dan wordt daar best wel snel overheen gestapt, maar het is een van de moeilijkste vaardigheden. Hè? Dus ze hebben zo wel zo'n credo, dus ze zeggen van als je luistert wil niet zeggen ik heb je echt gehoord. Ik heb je echt gehoord wil niet zeggen ik heb je begrepen. Ik heb je begrepen wil niet zeggen ik ga er ook echt iets mee doen. Ik ga er iets echt mee doen wil niet zeggen dat je ook echt tot resultaat komt, et cetera. Dat is even zo'n riedeltje wat erachter komt. Nou, er zit een stap achteraan. Hè? Ook de tijd nemen om er ook iets mee te doen. Ja. Want uiteindelijk, ook dat leer je, is dat we heel snel willen gaan rennen. Ja. Maar laten we nou eens eerst even rustig met elkaar zitten. En dan vervolgens daaruit de route bepalen, samen. Ja, dat is absoluut waar. Ze hadden in COVID-tijd, in 2020, hadden ze een onderzoek gedaan naar leadership. En dat was natuurlijk omdat die pandemie, nou zo'n pandemie hadden we nog niet eerder meegemaakt. Leiders, we moesten echt zoeken van, hoe gaan we dit organiseren en crisismanagement toepassen en op afstand mensen begeleiden, et cetera.
En er bleek dat 68,3% die ervoer zijn leidinggevende destijds als demotiverend. En een jaar later was het 71,3%. En de grootste reden daarvoor is dat mensen zich niet gehoord voelden. Dus er werd te weinig geluisterd of tijd genomen om te luisteren. Dat was dan het uitkomst van dat onderzoek. En het is een van de 8 pijlers van Harvard, van een groot onderzoek van wat maakt een goede leider een goede leider. En er zit luisteren en empathie zit daarbij. Weet je wel, dus dat is absoluut wel belangrijk. Hey, en bij jou, hoe ervaren de mensen om jou heen jou als leider? Ja, ik geloof altijd heel erg als je een goede teamcohesie weten creëren en mensen graag samen willen werken, dat resultaten vanzelf volgen. Ja. En natuurlijk moet je die tracken en heb je KPI's voor, maar zonder het samen laten werken van de mensen gebeurt er niets. Ja. Dus ik besteed altijd heel erg veel tijd aan het creëren van die cohesie of de randvoorwaarden dat zo'n cohesie kan gaan ontstaan. En ik maak dat ook altijd persoonlijk, dus ik vind het heel erg belangrijk. In mijn MT nu in Denemarken heb ik gezegd, als je niet iets van jezelf meebrengt naar het MT, dan moet je niet in het MT gaan zitten. Ik wil weten hoe je in elkaar zit. Als je ergens zorgen over maakt, als er iets speelt, deel dat met je teamgenoten. Je moet hier een stapje verder gaan, omdat we samen ook door moeilijke perioden zullen moeten heen gaan. Dat gebeurt onvermijdelijk een keer. Ja. En dan moet je voor elkaar iets willen opofferen. Je wil iets harder lopen. Je wil samen vieren, maar ook samen pijn lijden. Ja. En dus je vroeg hoe ervaren mensen dat. Ik heb nog appgroepjes met mijn laatste bedrijf. Ik bel nog regelmatig met mensen van mijn eerste baan in Guatemala, in Venezuela. Met mensen van mijn vorige team, zo weer 2 bedrijven terug. Die bellen me nog op als ze van baan willen veranderen. Als ze ergens solliciteren, als ze problemen hebben op hun werk. En dat gaat veel meer vanuit die menselijke verbinding. En dan praten we niet over hoeveel omzet, hoeveel marge. Hoe gaat het met je? En zit je in je kracht in waar je nu zit? En binnen je eigen team, hoe zorg je dat iedereen in zijn kracht komt? Maar daar moet je wel voor investeren. En dan moet je willen delen de zaken die niet alleen maar over het werk gaan. Ja. En in verschillende culturen is dat best wel ingewikkeld. Ja, dat is zo. Ja. Ja, er zijn culturen waar die openheid, waar men zegt van dat die openheid is. Maar als je dan vraag ik altijd door, dan zeg ik van oké, zijn jullie goed in openlijk conflicteren met elkaar? En elkaar gewoon, ook als het niet fijn is, gewoon even vertellen, zo kijk ik er tegenaan. En dan zeggen ze, nou, weet je wel. En dan weet je, terwijl als je het gewoon open hoort en je kent elkaar, dan weet je ook wat iemand onder stress brengt en hoe die reageert. Dan kun je daar mee omgaan met elkaar. Dan kun je elkaar helpen. Ja, absoluut waar. Je mag een cijfer noemen. 12. 12. Dus even kijken. Welke vraag? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoe bouw jij nieuwe gewoontes op? Nou, weet je, ik zit niet heel erg vast in bepaalde routines. Ik wil ook nooit 2 keer naar dezelfde plek op vakantie. Ik wil nieuwe dingen, nieuwe mensen, nieuwe ervaringen. Ook door mijn carrière heen ben ik weggegaan of verhuisd van de ene naar de andere onderneming. Omdat ik me daar goed bij voelde. Altijd een risico. Elke verandering is een risico. Dus nieuwe gewoontes. Dus, ik absorbeer graag wat er gebeurt in mijn omgeving. En ik pas me heel erg snel aan. En je hebt natuurlijk wel een vaste manier waarop je zelf als mens in elkaar zit. En waar je bepaalde zaken doet. Je moet een bepaalde mate van voorspelbaarheid hebben voor de mensen om je heen. Maar ik heb in mijn hele leven 2 jaar in Nederland gewerkt. Voor de rest altijd in andere landen, in andere culturen, in andere samenstellingen, in andere teams. Dus ja, dan leer je heel snel aanpassen. Je leert flexibel te zijn. En dat past ook bij mijn karakter. En dat houdt het ook leuk. Ja. Ik zou niet graag eindeloos lang alleen maar hetzelfde willen doen. Dus ik wil dingen in gang zetten. En als ze in gang zitten, dan op een gegeven moment denk ik van ja, misschien is het wel eens tijd voor iets anders. Ja, mooi. Ja, gaaf. En het past inderdaad bij, als je daar in je natuurlijke temperament op gedijt, dan is dat natuurlijk een heel prettige manier van omgaan natuurlijk. Ja. En hoe doe jij dat? Nou ja, een beetje hetzelfde. Ik ben ook niet zo heel goed in routines. En in standaard zaken doen. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe ideeën en naar nieuwe ingevingen. En dat maakt routines, ja, dat past niet zo met mij. Dus ik herken dat wel. Ja. En ook nooit op dezelfde plek op vakantie. Altijd op zoek naar wat nieuws. Het hoeft niet heel ver weg te zijn, maar mag ook dichtbij zijn. Maar gewoon altijd die vernieuwing willen hebben. Ja.
Ja, in het begin van mijn carrière, toen ik in Latijns-Amerika woonde, waar de standplaatsen tussen de 2 en 4 jaar. Dus je moest ook gas geven, wil je impact maken. Hè? Ja. En je volgende stap weer verdienen. Dus ja. je gaat gelijk aan de slag. En dan leer je wel heel erg goed om in te schatten waar je ergens bent. En je moet oppassen dat je niet altijd op je gut feel gaat vertrouwen. Maar het gut feel is wel heel vaak raak als je eenmaal die ervaring hebt opgebouwd. Ja, geloof ik ook. Nou, als je naar persoonlijkheden van mensen krijgt, de ene die is wat intuïtiever ingesteld als de andere. De ander is wat zintuigelijker. De ene neemt gevoelsmatig beslissen, de ander misschien wat meer denkend. Maar voor iedereen is het goed om af en toe eens even over te steken naar de ander, om zijn denkbeeld een beetje compleet te maken. Dus dat is sowieso spannend. Ik heb een vrouw die heel erg op veiligheid gaat, die is corporate recruiter. En die is mooi geswitcht, die heeft een mooie baan. Maar die is veel avontuurlijker, vind ik, dan wat ze uit haar baan haalt. Dus dan af en toe geef ik er een zetje. Ik zeg, joh, ga gewoon eens, weet je wel, doe het, why not, weet je wel. En dan gaat ze het doen en dan zegt ze, oh, dat was toch wel leuk, weet je wel, om te doen. Dus ja, zo kan iedereen lekker tikken. Ja, een vriend van mij is sinds zijn studie bankier geweest. Oh. Maar was dan nooit gelukkig, vanaf het begin. En die is net nu op 50-plus leeftijd begonnen aan de leraaropleiding, wat hij eigenlijk altijd al wilde doen. Wat geestig. Ja. Sommige mensen hebben heel lang de tijd voor nodig. Dus ik heb hem enorm gefeliciteerd dat hij uiteindelijk die stap durfde te maken. Maar je ziet dus ook dat mensen die wel van routines houden, dan heel erg blijven hangen in iets. Omdat ze ook het veranderingsproces en de onzekerheid die er met de verandering samenhangt, niet aandurven. Nee, zelfs niet waar. Nou, ik heb ooit met een Finse hoogleraar op het podium staan, of een professor, en die was afgestudeerd in veranderingsmanagement van met name van teams en mensen individueel. En die zei, iedereen moet zich elke dag minimaal 1 keer afvragen, waarom doe ik dit op deze manier? Is er een mooiere, betere, meer inspirerende manier? En dan gewoon af en toe je routine aanpassen, want dan houd je zelf als mens lekker fris en fruitig. Dacht van, absoluut. Dat is echt wel een goede insteek, weet je wel. Met name als je het vanuit die positieve kant bekijkt, zeg maar. Exact. Ja. Hey, wat zijn we noemen? 1. 1. Eens even kijken. Welke staat daar? Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd van een mentor? Van een mentor? Nou, of een coach, of een vriend? Nou, of dat was voor mij, dat zat al in het nummer wat ik net al benoemde. Bij mij ging het zeker vroeg in mijn carrière altijd om zo hard mogelijk gaan. Die zag het ook al in de muziek zitten. Zo hard mogelijk aan het begin. Ja. Later leer ik, en dat leer ik nog steeds elke dag bij. Het gaat over doseren. En het gaat niet over zelf op het podium willen staan, maar anderen de ruimte bieden om op het podium te staan. Dat faciliteren, mensen helpen om die stap te maken. En dat is, als je nou zegt, over een van de belangrijkste lessen. En daar zijn een aantal mensen die me de les voorgehouden hebben. Collega's, maar ook mijn voormalige directeur Gerard Doos, die heeft me daar enorm bij geholpen. En dat zijn mensen die hebben dan impact op je leven. En die hebben impact op je carrière. Ja. Dat is heel waardevol. Ja, en je vergeet nooit meer. Maar je blijft ook altijd een valkuil. Ja. Dus je moet er altijd aandacht aan blijven geven. Maar uiteindelijk, als je die levenslessen leert en ook vast blijft houden, dan ga je je altijd verder brengen. En daar kun je dus ook anderen mee inspireren om dat te doen. Ja, en hoe is het bij jou? Ja, ik had een keer een HR-manager die zei, toen ik sprak over het gebrek aan ambitie bij bepaalde mensen, zei hij, ja, maar je hebt 3 jonge kinderen, je loopt de marathon, tennis nog competitief en je werkt bijna elke dag. Het is niet voor iedereen weggelegd om dat energieniveau te brengen. Dus ik dacht, ja, heb je eigenlijk wel gelijk in. Dat liet me een beetje reflecteren op je moet kijken waar de kracht van een ander ligt. Uiteraard moet je wel een team om je heen verzamelen. Zeker je kernteam. Wat past ook bij jou als leidinggevende en eindverantwoordelijke. Maar mensen doseren hun energie op andere manier. Staan op een andere manier in de wedstrijd. En om daar rekening mee te houden. Dat je niet van iedereen anders kan verwachten. Misschien wat jij als vanzelfsprekendheid naar de tafel brengt. Dat is een goede reflectie. Ja, vind ik ook. Ja, mooi. Laatste. Even kijken, wie had ik als laatste gehad voor het nummer? Volgens mij, ik zal er één noemen. Ja, mag jij noemen? Doe maar nummer 23. 23, even kijken. Oké, dat is niet zo'n hele moeilijke vraag, denk ik.
Wat is een creatieve oplossing voor een van je meest recente problemen? Zo, dat is niet zo hele moeilijke, maar volgens mij, ik zit even te zoeken naar een van de... Ja, een probleem mag ook gewoon overdenkingen. Ik geef jou de tijd om even na te denken. Begin jij. Ja. Nee, want het is, ik weet niet of het creatief is, maar ik werk nu veel vanuit Denemarken. En de Deense cultuur is ongelooflijk verschillend van de onze. En zeker als je een beetje naar het noorden van Denemarken gaat. En dan is de work-life balance ontzettend belangrijk. En ik merkte dat ik eigenlijk met een van de mensen in mijn management team... er kwam nooit een spontane interactie. En vaak op de tijden dat die spontane interactie er was... moest hij dan alweer iets in de privésfeer doen. Dus mensen gaan relatief vroeg weg van kantoor. En zeker vrouwen met kinderen worden geacht wel zeg maar voor zessen thuis te zijn. Anders ben je geen goede moeder. Dus natuurlijk, dat mist een stukje flexibiliteit. En is dat nog erger dan in Nederland, zeg maar? Want Nederlandse vrouwen hebben dat ook heel erg. Ja, nou, we gaan begeven ons op een glad en hellend vlak nu, denk ik. Als we algemeenheden gaan doen. Maar ik heb maar 2 jaar van mijn leven in Nederland gewerkt. Dus ik vind het lastiger om te zeggen. Maar ik zie dat in Denemarken, en ik denk hoe meer je naar het noorden gaat, naar Scandinavië, die work-life balance nog veel meer ingebed is in hoe ze hun werk en privéleven inrichten. Ja. Dus ik heb uiteindelijk voor gekozen, want ik hou juist van de meer informele interactie. En ik heb ontzettend hekel aan als mijn agenda helemaal vol zit met afspraken. Want ik wil bij mensen binnenlopen in een kantoor. En ik wil ze ook zeg maar op een bepaald moment pakken dat je een veel meer open gesprek krijgt. Dan dat je een voorbereid en gescript maandelijk gesprek krijgt. Maar ik heb wel geleerd dat dat lang niet bij iedereen kan. Nee. Nou, bij deze collega kan dat niet. Dus nu plannen we een jaar van tevoren elke maand een one-on-one in. Van 1,5 uur. En dat werkt fantastisch. Het is heel erg tegen mijn natuur. Dus voor mij is het creatief om het op zo'n manier te doen. Maar het lost wel een probleem op. En je merkt dus dat in de cultuur waar ik nu zit... dat veel meer programmeren geeft medewerkers rust. Kunnen ze hun tijd inplannen? Want als ik om 4 uur bij iemand binnenkom of 4:30... dan worden ze al nerveus. Want dan is, ja, straks zit ik een uur te praten met de CEO. Maar eigenlijk wil ik om 4:30 al naar huis toe. Ja. Grappig, zeg. Ja. Dat zo'n verschil is, zeg maar. En hoe reageren collega's erop dan? Nou, voor haar werkt het fantastisch, dat merk ik ook. En er zijn ook andere collega's in wel wat flexibeler. En het andere is ook dat waar ik Nederlandse collega's heb die mij gewoon regelmatig bellen, dat doen die Deense collega's niet. Dus dan moet je dus een platform creëren, zodat je wel die interactie hebt. Ja. En dan probeer ik dan een beetje de balans in te vinden. Want zoals gezegd, ik hou niet van die volgepropte, geprogrammeerde agenda's. Ik wil een beetje vrijheid erin houden. Want ik denk dat juist in die informele interactie de meest waardevolle gesprekken ontstaan. Ja, dat vind ik ook. Dat ben ik het wel met jou eens, ja. Nou, ik heb het natuurlijk even nu na kunnen denken. Ja, zeker. Dat is heel fijn. Kijk, een van de belangrijkste aandachtspunten op dit moment voor mij is behapbaar maken en behapbaar houden van de rol die ik heb. Met André, en we hebben hem al even benoemd, die ook vertrokken is uit onze organisatie. Overigens om een heel goede reden voor zichzelf met de nieuwe kansen die daar zijn. Heel mooi. Maakt dat ik de rol op dit moment in mijn eentje invul over 250 man. Wat ik heel actief ben gaan doen de afgelopen periode is het loslaten. En erop vertrouwen dat die 250 man met elkaar als collega's, dat we dat samen kunnen doen. En uiteindelijk door actief ruimte te bieden aan iedereen om stappen te maken, zie je dat er een hele andere dynamiek in de organisatie komt. En dat is heel mooi om te zien. En dan zie je andere mensen zie je opstaan, dan zie je beweging ontstaan, dan zie je ruimte ontstaan. En dan komt er eigenlijk uiteindelijk uit. Uiteindelijk heb je iemand nodig die misschien een keer een eindkeuze kan maken en een eindstem heeft. Maar uiteindelijk iedereen die weet heel erg goed wat er van hem of haar verwacht wordt. En die pakt die ruimte en die vult dat in en dan gaan dingen vanzelf. Dus je hoeft veel minder te regisseren dan dat we wel eens
denken dat we moeten doen. Ja, mooi. Ja. Ja. Nou, geeft weer een stukje weer mooi inzicht in wie jullie zijn. Gaan we door naar de volgende werkvorm. Mijn vraag voor jou. Welke vraag heb je voor de andere leider waar je benieuwd naar bent of die een verrijking lering kan opleveren voor jezelf? Misschien je organisatie, je team of voor de luisteraar. Dus je mag een vraag stellen aan de ander waar jij benieuwd naar bent. Want je zit er nou een 30 minuten met elkaar in gesprek. Precies. Je leert nou elkaar een beetje kennen. Ja. Wat heb je voor vraag voor hem en wat heb jij voor vraag voor hem? Zal ik hem beginnen? Ja, ja, zeker. Ja. Ik ben benieuwd hoe je omgaat met op dit moment ook de druk, in ieder geval die ook wij ervaren, om met de krimpende beschikbaarheid van arbeidskrachten, goede collega's, kwaliteit, hoe je omgaat met het personeelsbeleid, het collega-beleid in de organisatie. Ja, dus het... Hoe kom je aan voldoende en goed... kwalificeerd persoon? Ja, het is een hele interessante vraag. En dat iedereen weet dat de war on talent gaande is. Ik heb er laatst nog op mijn LinkedIn over geschreven. En in eerste instantie moet je zorgen dat je een aantrekkelijke werkgever bent. En in ons geval werken we met fabrieksmedewerkers tot senior technische personeel. Dus dat is heel divers. En zeker technisch personeel connect heel erg met je bedrijf, met je purpose, met het product en de waarde die je toevoegt. En de retentie van je mensen is enorm kritiek, daar begint het mee. Dus eerst maar zorgen dat je de mensen behoudt die je hebt. Dat is best ingewikkeld natuurlijk in deze periode, waar er ook heel veel druk op de salariseisen staat. Dus in eerste instantie moet je een werkplek creëren waar de mensen graag willen werken, waar ze zich veilig voelen en blij zijn om daar onderdeel van te zijn. Dus om zo min mogelijk naar buiten te moeten gaan, moet je eigenlijk ook eerst zorgen dat mensen die je binnen hebt en die waarde creëren behouden. En als we naar buiten gaan, probeer ik heel erg te werken via het netwerk. Er gaat nu bij mij iemand de senior weg en ik heb iemand van mijn vorige team gebeld die 5 jaar geleden met mij werkte. En die zei ja, dus dat is fantastisch. Dus het behouden van je netwerken daarbuiten ook. We doen actief aan het branden van het bedrijf. Dus op een informele manier communiceren waarom het eigenlijk een mooi bedrijf is om te werken. En dan nog hebben we challenges om de juiste mensen te vinden. Want het soort mensen waar wij achteraan gaan, is eigenlijk waar de hele markt naar op zoek is. En dan komt de kracht van het persoonlijke netwerk, denk ik, heel erg naar boven. Mensen moeten zich aan jou of aan hun directe leider willen binden. En je moet dus die werkplek kunnen creëren waar mensen het gevoel hebben dat ze iets toevoegen aan de wereld, aan de economie. Dat wordt al belangrijker. Dus het zijn twee pilaren. Retentie is enorm belangrijk. Dus je moet investeren in zorgen dat je mensen gelukkig en tevreden zijn in hun werk. En voor de recruitment van de posities die dan openvallen, dan heb ik het idee dat het netwerk al belangrijker wordt. Er gaat heel veel geld zitten in het vinden en zoeken van mensen. Ja. En als je dan een mismatch hebt, kost het je als bedrijf enorm veel geld. Dus ik blijf het schijnt ook dat 37% in Nederland, althans 37% van de mensen, is binnen een week alweer weg van de omgeving waar ze gesolliciteerd hebben, omdat de match niet klopte. Ja, dus in het recruiten moet je heel erg duidelijk aangeven wat het is voor bedrijven waar ze terechtkomen. Dus ik geef altijd aan mensen, als ik ze rechtstreeks spreek, minstens zoveel de tijd om mij vragen te stellen. Dan zeg ik, ja, jij interviewt mij net zo hard als ik jou interview. Want er moet een match zijn. Anders, ja, die percentages die jij net noemde, die zijn natuurlijk ongekend. En het komt met een hoge kost. Ja. Dus retentie begint bij recruitment. En bij recruitment moet je zorgen dat je de juiste en heel open en eerlijk vertelt.
Ik heb ook wel mensen recruit, terwijl het heel slecht ging met het bedrijf. Maar als je er eerlijk over bent en zegt wat de uitdaging is van de onderneming waar ze binnenkomen. En ze voelen, hebben een aantrekkingskracht gezien om daarbij te dragen, om dat te veranderen. Ja, dan kun je met elkaar verder. Dat is mooi, ja. Ja, heel mooi. Dankjewel. En jij? Ja, ik was eigenlijk nou meer. Ik was benieuwd naar jouw persoonlijke reis. Want jij vertelde dat je eigenlijk dus nu van een. Ik weet niet of het voor de leeuw geworpen is, maar je staat er opeens alleen voor, zeg je zojuist. Ik weet niet of dat een pad is dat je zelf hebt gekozen of dat het op je pad is gekomen. En dus als je erop voorbereid was, hoe heb je je erop voorbereid? En nu je er dan middenin zit, hoe ga je ermee om? Want je gaat met een nieuwe verantwoordelijkheid in een organisatie waar je veel ruimte geeft. Hoe zorg je dat jij daar op je plek zit? Kijk. Ik zit op mijn plek als collega's op hun plek zitten. Dat uiteindelijk, ik geloof er niet in, namelijk dat een directeur of een leider van een organisatie kan doen kan doen wat medewerkers van hem verwachten. Dat klinkt heel cryptisch. Maar wij hebben 3 jaar geleden hebben wij bewust de keuze gemaakt in onze organisatie om zonder directie aan de slag te gaan. Met 4 stuurgroepen die de organisatie bestuurden. En dat maakte dat er een hele andere cultuur in de organisatie ontstond. In het begin was dat heel vervreemdend, want uiteindelijk mensen zijn best gewend aan mensen die beslissingen nemen. Maar uiteindelijk, op het moment dat ze zelf aan de lat staan om de beslissingen te nemen met elkaar en daarover te spreken met elkaar, in een soort van consensusmodel daarin te komen, ga je hele stappen vooruit maken. Maar we merkten ook wel dat daarmee. Dat er nog steeds wel een eindbeslisser nodig is om uiteindelijk keuzes te maken, strategie te bepalen en ruimte vooruit te bepalen. En dat vooral te faciliteren met de groep mensen te doen. Dus ik heb de afgelopen 3 jaar hebben we in dat model gedraaid, hebben we heel veel van geleerd. En de stap vooruit is nu, we zitten nu in een tussenfase. En we zijn wel aan het werven dat er een operationeel directeur ook in de organisatie bij komt. En die, dat wij complementair aan elkaar vooruit die stap kunnen maken. En dat maakt dat we op dit moment een stapje extra moeten zetten. Maar maakt vooral dat je ook keuzes moet maken wat je wel en niet doet. En het risico is dat je dan heel snel in de operationele zaken valt om die te organiseren en die besluiten te nemen. Maar uiteindelijk wat de organisatie nodig heeft, is dat je terug weer die helikopterview durft te pakken. En het over de strategie en de route waar je naartoe wil te hebben. Die stip aan de horizon. Ja, is die herhaling van, zeg maar, want mensen die werken, die zullen al heel snel op hun operationele taak gericht zijn. Hè? Dus als je een beetje druk bent in een drukke organisatie en je bent bijvoorbeeld sales aan het doen, ja, dan ga je de markt in en dan ga je klanten bellen en netwerken en dat soort dingen. Ja. Maar is het belangrijk om met regelmaat, zeg maar, die missie of die visie te vertellen, ook om mensen aan boord te houden van wat zijn we ook alweer met elkaar aan het doen allemaal? Zeker. Te blijven herhalen, maar ook te vertalen. Want je kunt op strategieniveau, op directieniveau, kun je een visie hebben met elkaar waar je naartoe wil. Maar uiteindelijk, hij wordt gevoeld op de werkvloer als hij ook tastbaar is en begrepen wordt. Ja. En dat vraagt gewoon heel veel gesprek daarover. Ja. Het is niet zo dat je voor een groep kunt gaan staan en we gaan die richting op, we gaan die route op. Nee, daar geloof ik niet in. Ja. En je gaat dat alleen vinden als je de samenwerking erop kan vinden. En nogmaals, die samenwerking die kun je niet organiseren, maar die kun je alleen laten ontstaan. Dat vind ik mooi. Mooie quote. Ja. Als we, ik heb een project gedaan, of langlopend binnen de organisatie. Ja, kijken, oké, wat is nou het overkoepelende doel waar we naartoe willen als organisatie? En dan afdelingshoofden met hun teams uitgenodigd om zelf te bepalen hoe zij bij konden dragen aan het bereiken van een strategische goal. En dat moesten ze zelf verzinnen, zelf bedenken, zonder dat het opgelegd werd. En daar gingen we dan mensen door het hele jaar op tracken. Dus dan stel je voor, je wil groei willen ontwikkelen in nieuwe klanten. Hoe gaat productie daaraan bijdragen? Wat zijn nou de belangrijkste factoren hoe zij daar een succes in kunnen brengen? En R&D en lab en de administratie. En dan krijg je. Ik krijg een vertaling van je strategie op niveau van individuele afdeling, waar de medewerkers zelf bepalen hoe zij die strategie gaan vertalen in succes.
En dan krijg je heel veel ownership. Dat is heel mooi om te zien. Dus dat werkt heel erg goed. Ja, dat is heel leuk. Ik doe het ook wel eens met teams dan. Want een visiestrategie komt vaak in dikke formulieren. Hè? En soms hebben ze zelfs de OCM-T, hoorde ik vanmorgen, route. Waardoor het een stukje korter wordt. Maar ik doe ook wel eens als ik denk van, het moet iets handzamer. En ze hebben iets meer duidelijke koers nodig. Dan helpt het om die boodschap te herhalen. Maar je kan ook bijvoorbeeld een omgekeerde SWOT-analyse doen. Doe je een TOWS-analyse. En dan leg je verbanden tussen wat is bijvoorbeeld je sterkte en wat is bijvoorbeeld een kans. En als je daar nou een actiepunt op los zou laten om dat deze week of deze maand te activeren, wat gaan we dan samen afspreken en doen? En dan daar kwamen er uit die vier categorieën, dan laat ik ze dus meestal 12 opschrijven. En die liggen er na 15 minuten, liggen die er al. En dan zeg ik, dit is je aanvalsplan, dit is je defenseplan, dit is je plan om te multiplyen en dit is je plan om te zorgen dat je niet wegzakt, zeg maar. Nou, hier staan actiepunten bij. Waar willen jullie mee beginnen? Welk actiepunt vind je het leukste en zou de grootste boost geven in de organisatie als we dat doen? En dan kiezen ze er eentje uit en als ze daar dan dedicated mee in de gang zijn, dan wordt iedereen ook heel blij. En zo simpel kan het dus zijn. Het interessante van een SWOT-analyse is dat je naar het heden kijkt. Hè? Een stukje terug, hè? Waar ben je goed in? Ja. En wat zijn de verbeterpunten daarin? Ik geloof ook dat je daarnaast iets anders moet doen. Ik geloof dat je naar de toekomst moet kijken. Want als je de SWOT-analyse gebruikt, ga je de problemen van nu oplossen. Ja. En eigenlijk wil je naar een situatie toe dat je de toekomst probeert te voorspellen of te en kunnen we een dat? Beeld van te maken. Kunnen we dat eigenlijk? Het interessante is, hè, want als je naar een toekomstverbeelding kijkt, en scenario planning heb je het dan vooral over. Hè? Dat is een methodiek die daar vaak voor gebruikt wordt. Je kunt dat niet in één sessie samen doen, want je gebruikt ervoor dezelfde hersenhelft. Je gebruikt dezelfde hersenhelft om over de toekomst na te denken als over het heden. En op het moment dat je vastzit in welke verbeterpunten je in het heden hebt, dan heb je niet de ruimte om na te denken over wat zijn nou de toekomstscenario's. Nou, als je vanuit scenario planning gaat denken, dan ga je eigenlijk zeggen, we gaan in de toekomst 10, 15 scenario's bepalen. En vanuit die scenario's denk je terug. Elke keer een stapje terug naar het heden toe. En dan zie je dat je een aantal scenario's naast elkaar kunt leggen waar je uit kan kiezen op het moment dat de huidige situatie leidt tot een verandering in je strategie die je moet hebben. En als je op die manier, als je die twee zaken kan doen, dan heb je een heel andere dynamiek die je invulling kan geven. Dat is wel mooi. Hoe doe jij dat? Ik moest denken, als je het hebt over toekomstplanning. We hebben natuurlijk de afgelopen paar jaar zaken aan de hand gehad waar je helemaal niet voor kon plannen. COVID, de oorlog in Oekraïne heeft een enorme impact gehad in de mijnindustrie. Ja. Grondstoffenkosten, kosten van levensonderhoud, transportkosten, disruptie over de hele wereld. Dus als ik één ding heb geleerd van mijn tijd in Leidsamerika, Latijns-Amerika, is om te reageren op veranderende omstandigheden. Want bijna niets ging zoals gepland. Dus je moest erg adaptief zijn. En je merkt dat in Europa, we zijn zo gewend dat alles werkt volgens de regels, dat het adaptieve vermogen best beperkt is. Want mensen worden heel nerveus als het niet gaat. Maar ik heb toch dit afgesproken en dit zou toch gebeuren op die dag, op die tijd. Dus de omstandigheden in de markt in de afgelopen paar jaar hebben wel mensen gedwongen om flexibeler te kijken naar de wereld omheen en erop te reageren. Want als je dat niet kan, dan ben je gezien. Ik had een presentatie bij ons, een bedrijf, waar ik zei van, had ik alleen maar wat foto's meegenomen. Eentje was van een regenbui, mensen met een paraplu. Dus ik, als het regent, neem je een paraplu mee, dan reageer je erop. En we hebben nu een storm, dus hoe gaan we daarop reageren? Het heeft heel wat tijd gekost voordat mensen daar eigenlijk de mindset kregen om te zeggen, oh ja, de wereld om ons heen is echt veranderd. En misschien is die wel blijvend veranderd. Dus dat adaptieve vermogen, dat moet je bijna doen ontwaken in Europese organisaties, waar mensen vaak in een strak keurslijf zitten van ritmes en routines en vaste regels. Ja, geloof ik ook. Nee, dat herken ik wel. Ja. En de wereld er is daarin verandering. Maar kijk, als je vanuit het heden blijft denken, dan blijf je oplossingen creëren voor de problemen die we nu hebben. Ja. Maar je lost daarmee niet de problemen van de toekomst op. Je kijkt niet over die eerste bergrij heen. En daar zullen we verschillende methodieken moeten gebruiken
om de volgende stap te kunnen maken. En dat kun je alleen, denk ik, als je inderdaad met veel mensen daarover spreekt, de verbinding zoekt, luistert wat er gebeurt, ziet wat er gebeurt, verbindingen maakt en dan de stap vooruit te maken. Top. Ik vind een mooie samenvatting. Ik hoef het niet meer te doen. Hey, heel goed. Collectieve brainstorm. Hoe kom je tot de beste oplossingen voor thema's die nu leven? Een beetje inhaken op wat we aan het doen zijn. Oké, ik heb een aantal thema's hierop staan. Jullie mogen één thema kiezen. Dan laat ik jullie 3 minuten brainstormen wat de beste manier is om te gaan met dat thema. Die staan hier zo. Nou, we gaan het lezen. Ja, mag even lezen. Van welke heeft jouw voorkeur? Nou, lees ons maar even voor, dan horen we ze allemaal. Oké, we hebben een... Even kijken hoor, wat moet ik dit... talentgericht leiderschap, een vitale organisatie, tot het beste resultaat samenkomen, focus behouden op wat belangrijk is, een goede balans in feminien en masculien leiderschap. Hoe houd je medewerkers bereid, bevlogen en betrokken tot de beste resultaten komen? Of? Puntje, ja. Dus je mag er eens kiezen en je kan ook een eigen thema aandoen. Wat vind je een leuk thema om eens over te brainstormen met elkaar? Mag de keuze. Mag ik? Nou, laten we het hebben over het beste resultaat. Beste resultaat, all right. Dus 3 minuten brainstormen over het beste resultaat. Hoe bereik je het beste resultaat? Wat heb je dan nodig? Ik denk als allereerst is het belangrijk om vast te stellen welk resultaat je wilt bereiken. Ja. En dat klinkt heel evident, maar het is vaak helemaal niet evident. Dus waar wil je naartoe als organisatie? Wat is het resultaat wat de organisatie of het project tot een succes maakt? En zorg dat iedereen dat weet. En wie definieert dat resultaat? Nou ja, het resultaat, als je wel eens werkt met KPI's, wat we meestal wel doen, weet je hoe moeilijk het is om goede KPI's vast te stellen. Dat je echt meet wat je wil bereiken en waar de mensen invloed op hebben. Maar kijk, je resultaat, wat mij betreft, komt uit je strategie, je strategiehuis. Wat je als organisatie wil, wat je naartoe gaat. En dat kan je opknippen in kleinere stukken. Maar als je met elkaar, je resultaat mee, dat moet zo open en transparant zijn dat er geen discussie over kan bestaan. En wat is voor jullie het beste resultaat? Is dat een klanttevredenheid? Is dat een medewerkerstevredenheid? Is dat een financieel resultaat? En wat is het bij jou? Nou, kijk, wij hebben een manifest geschreven een tijd geleden dat de gebouwen in Nederland slecht zijn. Ik durf te zeggen dat het grootste deel van de gebouwen die we in Nederland hebben, dat die niet inspireren, dat die niet verbinden en niet voor de eindgebruikers echt de beste oplossing zijn. En dan ga je toe naar het beste resultaat. Het beste resultaat is volgens mij dat we een maatschappij hebben met elkaar die op ons vakgebied, die leeft in gebouwen, die hun verbinden, die hun inspireren, waar zij blij van worden, waar zij in de toekomst mee willen gaan. En dus uiteindelijk, even terug naar het beste resultaat, is bij ons dat uiteindelijk de eindgebruiker daar een positief gevoel over heeft. Dat is uiteindelijk je beste resultaat. Ja, kijk, je kunt natuurlijk op vele manieren definiëren wat het beste resultaat is. Dat zal voor iedere organisatie verschillend zijn. Maar dan is de vraag, geloof ik, de vraag die voorlag, hoe bereik je het beste resultaat? Dus enerzijds heb je de definitie moet helder zijn. En dan moet je samen bepalen wat is de approach om tot dat resultaat te komen. En hoe gaan we het meten? Kijk, ik moet ook even denken aan de podcast van vanmorgen die ik op had genomen met Frank Soede, de CEO van een onderdeel van de Volksbank, de hypotheekafdeling, laat ik het zo zeggen. Die zei ik dacht vroeger altijd dat wij pushen op het leveren van hypotheken. Maar wij zorgen dat iedereen fijn kan wonen. Hij zegt, dat is een heel andere, dat lijkt hetzelfde, maar het is iets heel anders. Ja, dat is omdenken. Ja. Hij zegt, en sinds ik dat realiseer, ben ik overal aan het kijken, hoe kan ik de Nederlandse bevolking helpen met fijn wonen? Wat moet ik dan faciliteren? Wat moet ik dan met mijn team regelen? Hoe moeten wij dan tegen bepaalde dingen aankijken? Waar moeten we misschien mee investeren om dat mogelijk te maken? Weet je, want dan heb je het eigenlijk over een purpose definitie. Purpose definitie, ja. Dus een purpose definitie, dat is volgens jullie een uitgangspunt in ieder geval. Naast de definitie en het waarom en het hoe daar komen.
om... Ja, nou ja. Tot een succesvol resultaat. Voordat we over purpose spraken, ging het allemaal over visie en missie. Vision en mission. Ja. Ik werd altijd erg moe van. Ik vond het vaak niet inspirerend en heel dwangmatig in organisaties. Het wordt ook bijna nooit gebruikt, want dan hebben ze hem en de waarden die hangen groot op de muur en niemand gebruikt ze. Ja, nou, en purpose is het nieuwe mantra. En ik geloof dat het mensen kan binden als je het goed formuleert. Maar. Ik sprak laatst met iemand en zei, ja, prachtige purpose, maar je moet wel, zeg maar, jezelf het recht gunnen of genereren om te kunnen investeren. Dus je moet wel bedrijfsmatig resultaat neerzetten om aan je purpose te werken. Dus de purpose kan je best een hoger gelegen doel hebben voor jezelf als organisatie, maar dan ga je nooit komen als je niet een gezonde organisatie hebt waarbij je leveranciers en je werknemers kunt betalen. Dus er is heel veel focus op de purpose. Fijn. Eens ook. En zeker voor de jongere generatie erg belangrijk. Maar wel als de basisprincipes van het bedrijf op orde zijn. Ja, ben ik het mee eens. Ik zeg altijd talentontwikkelingsprogramma, leiderschapsprogramma, amplitieprogramma. Hartstikke leuk. Maar die moeten naast resultaat staan. Allebei. Die zijn allebei even belangrijk. Nou, want dan haal je het beste eruit. Zeker. Eén kan niet zonder het andere, zeg ik altijd. Zeker. Top. Soms heb je het gevoel dat geld verdienen naar de achtergrond gaat. Ik vind ook dat je een gezond rendement moet kunnen maken met elkaar. En ook dat je dat over moet dragen in de organisatie. Want je hebt ook dat rendement weer nodig om te investeren. Om weer de volgende stap, om weer de volgende purpose te kunnen definiëren en de stap daarop te kunnen maken. Ja. Dus ik vind dat belangrijk, precies wat je zegt. Dat er naast een goede purpose ook gewoon een goede draaiende machine is. Waarbij we gewoon doelen kunnen realiseren. Ja, dan zijn we met onze brainstorm tot de conclusie gekomen. Hey, ik vind het prachtig. Weer een stap. Nou, ze zeggen wel eens, ze hebben ooit onderzocht van wat maakt mensen en organisatie en leiders geloofwaardig. En geloofwaardigheid heeft met vertrouwen te maken. Vertrouwen heeft vier pijlers in zich. Als je een positieve intentie hebt en die draag je uit. Je laat hem zien in gedrag. Dat is ook gelijk wat met KPI zo moeilijk is. Hè? Het hele specifiek maken. Wat meten we dan? En hoe zien we dat terug in gedragingen? Dat we dat ook daadwerkelijk realiseren, zeg maar. Dus positieve intenties één. Tweede is, ben je integer in afspraken en integer naar mensen? En het derde is, benut je talenten en kennis en capaciteit op de juiste manier en goed getimed in de juiste context? En dan de laatste, die is proof is in the pudding. Hoe zeg je dat? Hoe is dat gezegd ook alweer? The proof is in the pudding? Nee, the pudding is in the bewijs ligt in de pudding. Ja, bewijs ligt in de pudding. Proof the pudding is in the eating. Ja, ja, precies. Je hebt resultaten nodig om te laten zien dat je succesvol bent. Ik heb een vriend die is illusionist en die zegt altijd, als het werkt is het waar, als het niet werkt is het of nog niet waar, of niet waar, of niet langer waar. En je moet altijd onderzoeken van wat is het precies, zeg maar. Nou, ik vind dat een mooie conclusie. Want we kunnen concluderen, we hebben hele mooie leiders hier zitten. Want dit zijn leiders die creëren veiligheid. En die zijn bezig met waarde toevoegen. Zorgen dat de purpose ontstaat. Dat purpose, dat zorgt ervoor dat je, als je dat goed manifesteert en je regelt dat goed in samenwerking met anderen. En je maakt mensen ook verantwoordelijk. Dat je een aantrekkelijke werkgever zou kunnen zijn. Waardoor je ook aantrekkelijk wordt voor talent om bij je organisatie te komen werken. Wat weer handig is als je een krimpende arbeidsmarkt hebt. Want dan word je automatisch aantrekkelijker om voor te komen werken. Daar hoorde een quote bij. Namelijk, even kijken, want die verdwijnt even uit beeld. Samenwerken kun je niet. Even kijken, wat had ik nou geschreven? Oh ja, die heb je drie keer genoemd. Zeg hem zelf even. Samenwerken kun je niet organiseren, kun je alleen laten ontstaan. Ja, absoluut waar. En nou, als je nou samen tot resultaten komt, ja, dan is het belangrijk dat je wel duidelijk aangeeft van waar gaan we met z'n allen voor. En purpose is dan een hele mooie missie. Visie is misschien wat te droog en wat te vluchtig, niet concreet genoeg. Het is goed om daar een plan omheen te bouwen, mensen op te mobiliseren en dan kleine stapjes zetten waarbij je zelf het recht gunt om daar ook in te gaan investeren als organisatie. En dat kan alleen maar als je organisatie in basis gewoon een gezonde organisatie is die levensvatbaar is. Want dan lukt het ook om die purpose tot leven te wekken. In ieder geval, de mens staat centraal, het resultaat ook. Dit zijn twee leiders die niet vastzitten op routines, die flexibel kijken naar de toekomst. En die met name op zelf regie nemen en geven hun manschappen,
hun mensen, hun organisatie inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Heb ik het dan goed samengevat? Prachtig, ik zou het niet beter kunnen doen. Precies. Oké, nou, hey, vond je het een leuke podcast? Was het leuk? Ja, heel erg leuk. Heel en dank voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Sluiten we af met een muziekje eigenlijk? We gaan afsluiten met een muziekje. Ik zal je vertellen welke. Ik heb in 2020 toen, ik geloof dat de mooiste dingen ontstaan bij mij altijd in flow. Dus als ik iets doe en er zit een hele goede intentie achter en het hangt heel dicht bij mijn talent en ik kan er ook resultaat mee halen en ik ga daar werk van maken, dan komen er mooie dingen uit. Dus toen COVID bij mij uitbrak, toen had ik net een heel team opgeleid om te gaan trainen en zo. We waren vol in actie de markt in het gaan. En binnen een maand was alle omzet weg. En in één keer was het hele business was in één keer verdwenen. En de eerste jaar hebben we dan nog netjes gerepareerd met online events. In 2001 was het dramatisch. Dan wilden mensen niet meer online. Ze wilden ook niet meer offline. Iedereen was er gewoon helemaal klaar mee. Ja. Maar wat heel mooi is. Ik heb heel veel ontwikkelwerk gedaan in die tijd. En toen zei mijn vrouw van COVID breekt uit. Dat is makkelijk voor jou. Want jij hebt alles al online staan. Je kan zo je trainingen verkopen. Dus dat is handig. Ik zei dat is wel zo. En dan ga ik ook wel deels ga ik er wel doen, maar het past niet bij Slim. Het past niet bij mijn manier van denken. Dus wat ik ga doen is, ik ga 15 masterclasses online geven voor organisaties en ik ga 15 masterclasses geven voor de mens, om het welzijn van beide kampen zeg maar omhoog te trekken. En dat ga ik doen met mensen die ik op het sprekerspodium tegenkom, want ik spreek zo'n 20, 30 keer per jaar voor groepen van 100 tot 500 man. En dan kom ik altijd hartstikke leuke mensen tegen die heel inspirerend zijn, die ga ik vragen. En dat heb ik toen gedaan. En toen dacht ik na 3 weken, ik moet eigenlijk ook een song hebben. Laat ik gewoon een song schrijven. Dus ik schreef een tekst. Ik stuurde die naar mijn partner Robin toe. Die zegt van, ja, dat is een aardige tekst, maar ik ken een tekstschrijver, die kan dan ook beter. Dus toen kreeg ik hem terug en dacht, ja, dit is hem. En toen heb ik vervolgens de stoute schoen aangetrokken, want ik had de song al opgenomen qua muziek. Alleen, ik speel aardig piano, maar ik ken Ralf van Manen, die speelt veel beter piano. En Ralf van Manen is een hele goede producer, muzikant. En ik vroeg, wil jij het misschien inspreken? Waarop hij zei, ja, dat doe ik wel. Dus ik kreeg die partij te denken, jezus, maar ja, dit is veel beter. Ja, nou vallen al die partijen wel in het niet. Dus ik dacht, wat hebben die dit arrangeerd? Toen heb ik Dee Richardson Davidson, dat is de arrangeur van Tineke Schouten. Die heb ik gevraagd, kun jij misschien een arrangementje hiervan maken? Hij stuurde die song naar me toe. Hij belde gelijk een uur later terug. Hij zegt, wauw man, wat een gekke tekst, jongen. Ik heb echt helemaal idee. Ik ga de hele weekend aan werken. Nee. Dus na het weekend kreeg ik de arrangementen terug. Dacht ik, holy shit man, dit is echt te gek. Gewoon, nee. Het is echt gewoon, dit gaat veel, veel te goed worden. Dus daar heb ik allemaal hele goede muzikanten had ik gevraagd. Maar die gingen elkaar bellen. Je moet even naar Wout bellen, want die heeft muzikanten nodig. Dit en dat. En waar resulteerde dat nou uiteindelijk in? Dat uiteindelijk hebben er 40 mensen aan die song meegewerkt. Muzikanten, producers, studio. Er is een filmteam omheen gekomen met 6 cameramensen. Die hebben, totaal heeft dat project iets van €18.000 gekost. En dat is voor een heel groot gedeelte door luisteraars is dat gecrowdfund. En de studio's hebben heel veel stapjes naar mij toegezet, waardoor het mogelijk werd. En toen was daar de Song for the People van Kingdom of Desire. En daar sluiten we mee af. Dan heb je gelijk een mooi inspirerend verhaal. This is the song for the people, a message of hope. Open up your eyes, look to the sky, the sun will shine on us. Every night I watch the moon and the changing tide. How did this turn? Shift behind your eyes, I realize. Now I see it clearly. Hold on, tomorrow will be bright. Hold on, it's the dawn of a new life. This is a soul for the people.
tomorrow will be bright. Dat was mijn dochter, Sanne, die laatste. Ja.